Welkom in ons paleis. Een groep studenten woont sinds gisteravond in een riant kantoorpand op bedrijventerrein Rijnsweerd. Het stond al langer dan een jaar leeg en dus hebben we het gewoon in gebruik genomen. Isa studeert in Utrecht en al die tijd is het haar nog niet gelukt een betaalbare kamer te vinden. Er zijn echt superveel kantoorpanden die leeg staan, vooral ook in Nederland, vooral ook in Utrecht, maar eigenlijk overal wel. En die staan helemaal leeg, zijn ontzettend grote gebouwen waar echt heel erg veel mensen in kunnen. En tegelijkertijd zijn er heel erg veel studenten die kunnen geen kamer vinden, want ze zijn op ontzettend lange wachtlijsten of de huurprijzen zijn veel te hoog. Isa besloot dus met een groep vrienden dit kantoorpand te kraken. En alles werkt. Dat is echt heel raar. Dat had ik helemaal niet verwacht. Het water werkt, het stroom werkt, het gas werkt, het overwerkt. Nou, dit is onze grootste verrassing. Dat dit er was. Het was echt heel tof. Ja, hier hebben we echt een vreugdedans gemaakt. Ja. Toen we hier de hoek om kwamen was het echt van... Wow. Ja, toen liep iemand terug naar het trappenhuis om naar beneden te roepen... We hebben een bar! Ja. Voorlopig zitten de studenten dus goed.